Goedemorgen allemaal. In dit fantastische huis hebben wij vannacht geslapen. Achter in de tuin een eigen appartementencomplex. Daar ja. We gaan vandaag naar Rocamadour. In het boekje staat dat vanaf Brieven naar Turijn, ongeveer 10 kilometer, 8 kilometer, een klim gedaan moet worden. Een hele pittige. Nou, dit is hem. Hier gaat hij beginnen. We hebben 5-6 kilometer afgelegd. En het is een uur later. J'aime bien être salé, les mots si la foule. Un peu plus de temps, un peu moins longtemps. Nou ja, kijk maar. Ze bewaken het terrein. Een territorium. Ja, 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 ja. Het is een webneus en pum straatje. Allemaal webneus en pummetjes. Van de boekjes van vroeger. Van die kromme boompjes en zo en zo. En zo en zo. Wij gaan vooral zo. Ja, ja, ja. We gaan nooit zo. Wat zijn we nu aan het doen dan? Uiteindelijk gaan we daar weer zo. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois. Ga nou de Nazareth-klim doen. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence. Peu clignotant, une riboule, on voudrait me venir. Il me semble encore entendre ta voix. Een van onze oranjes heeft hier ook ooit huis gehouden. Als het goed is, dan moeten we in Nederland even navragen, is Elisabeth. Dat is een graafschap, de hoofdstad binnen een soort van graafschap in deze regio. Turijn! In dit kasteel heeft ze gewoond, Elisabeth. Naar Turijn weer een flinke klim. 7-8%. Gok een kilometer of anderhalf. Bijna bij de top. Nog een paar meter. Het viel op zich reuze mee. 8%, 9%. Of misschien wel meer, als ik het zo zie. In ieder geval, we zijn er bijna. Alles is droog. Nu mogen we 7 kilometer dalen tot 2 kilometer voor Martel. En daar gaan we weer stijgen, 5-7%. Naar Martel. Na een klim van 2 kilometer. Een kleine afdaling. Het plus beau village. Martel.
dit. We zijn nu bij Martel. En Karel Martel was de grootvader van Karel de Grote. Die heeft hier ooit een kerkje laten bouwen. En daar is een stadje omheen gebouwd. En dat was na de overwinning op de Mooren in Poitiers in 732. We rijden zo langzamerhand de Dordogne in. De omgeving is erg leuk. Malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore pucelle? Ah, een hele mooie zwarte 404. Misschien komen we in plaats van met een Theo wel met een 404'tje thuis. Ik heb exact deze gehad, alleen uit 1963. Het eerste type, dit is een iets later type. Nou, dat is reden te meer, Mark. Dit is de Dordogne. We zitten nu nog 6,1 kilometer vanaf Rocamadour. Een puist van de categorie 1 uit de Tour de France, denk ik. Zo te zien is Alice blij. Ja, ik al helemaal. Oh, ze ziet het zwembad. Daarom is ze blij. Het is net een border collie. Spring er maar in. Ja, ja, ja. Het zwembad zie je eigenlijk. Ja, rechts daar. Moet je even langs die herdershond? Maar dat lukt je wel. Wat herder? Hier, daar. Oh. Een bonne retriever. Nog 6 kilometer. 5,7. Oh, echt. Eerste klimreis voorbij. Mooi. Ja. Volgend jaar stroom op de fiets. Bijzonder gaaf. Ik denk ja. Dat ik zoiets moois ooit eerder heb gezien. Nee. Echt, ja. Coca, kasteel, Manzanares, vond ik ook zo mooi. En dit. Cuenca, dat is ook zo mooi. En Ciudad Encantada was ook zo mooi. Dit. Kun je niet. Ja. Zo'n goed nieuws. We zijn er namelijk. Rocamadour. Rocamadour. We hebben vreselijk geklommen. Het ging keigoed. Ja. 4 klimmens. Klims. Categorie 1. Het was super zwaar. Maar we kunnen het echt heel goed. Het is gelukt. Ja. Zelfs mij. Het is pas 3 uur, dus... Oh, het is pas 3 uur? Ja. Goed, hè? We zijn in Rocamadour. Rocamadour. Tot morgen. Doei. Gelukkig is het hier niet zo heel toeristisch.